Hoi, leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe video van Romedia Films. Dit is het kanaal waarbij je meer kunt leren over videografie, fotografie en het ondernemerschap. En vorige week lanceerden we deel 1 van de videografie tips van mijn collega's. En die is ontzettend goed ontvangen en daar ben ik heel erg blij mee. Want deze mensen die hebben hun tijd vrijgemaakt om tips te verzamelen voor zichzelf en te delen met mij voor jou om te kijken. En ik heb ontzettend veel leuke reacties gehad onder de video zelf en op mijn Instagram kanaal. Op de een of andere manier werkt het. Het is ontzettend leuk om te zien hoe mensen hierop reageren. En het is ook heel grappig om te zien dat de ene tip die voor mij in ieder geval heel waardevol lijkt, voor iemand anders helemaal niet relevant is. En dat de tips die voor mij misschien heel vanzelfsprekend zijn, dat die voor iemand anders weer heel erg waardevol zijn. Dus op die manier kunnen we, denk ik, met deze format heel veel mensen bedienen. En is het er gewoon een kwestie van de hele video uitkijken. En als je er iets aan hebt gehad, dan is het super waardevol. Dus we gaan vandaag verder met deel 2 van deze reeks. Ik heb hier een aantal hele toffe makers voor jullie in petto in deze video. Dus kijk vooral de hele video even af. Want het zou zomaar kunnen dat de laatste tip ineens de meest waardevolle kan zijn voor jouw situatie. Ik presenteer jullie de videograaf en content creators van deze video. Hey jongens, mijn naam is Kevin van Diest en mijn tip aan jullie is: regel dat je goede muziek hebt. Want goede muziek maakt eigenlijk al 50% van je video. Zorg er ook voor dat je het goed edit op de beat van de muziek. Maak het passend, zoek naar goede muziek. En kleine teaser, maar wil je niet te veel tijd kwijt zijn en gedoe hebben met muziek, ga voor Artlist. Artlist, één abonnement, één prijs per jaar en je zit eigenlijk gewoon gegarandeerd goed. Commercieel, persoonlijk, het maakt niet uit, YouTube, Instagram, whatever. Goede muziek. En nu kun je dus zoeken naar een goede track en op basis daarvan je video maken. Hoi, ik ben Marleen van Cinebeeld en mijn tip is om voor iedere video een kort maar duidelijk draaiboek te maken vanaf het moment dat je met de klant de video aan het plannen bent. Hieruit blijkt niet alleen je creatieve expertise, maar het zorgt ook voor een goede structuur tijdens het filmen en het editen wordt er ook nog eens een stuk efficiënter van. Daarnaast ben ik er als perfectionist vaak tegen aangelopen dat ik de conceptversie van een video het liefste zo perfect mogelijk aan de klant aflever. Maar omdat er aan het einde vaak toch nog wat kleine dingen veranderd moeten worden, is het echt super zonde als je al uren de tijd hebt gestoken in bijvoorbeeld het perfectioneren van bepaalde overgangen. Dus dat soort dingen zou ik echt tot het allerlaatste moment bewaren. Yo Robin, ik ben hier in mijn YouTube studio en in de rare tijden werk ik ook voornamelijk vanuit huis, maar goed. Je mag de pret niet drukken, we blijven gewoon onze kennis delen op dit mooie platform. Mijn tip gaat over shot matching en dat bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over het matchen qua kleur. Zorg ervoor dat je verschillende shots matchen qua kleur. En dan heb ik het over temperatuur, tint, maar ook de color grade in het algemeen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Onderdeel 2 van deze tip gaat over het matchen qua movement. Stel nou een shot van links naar rechts, doe daarna ook een shot van links naar rechts. Dat ziet er gewoon super seamless uit. Of als je bijvoorbeeld een drone shot hebt van achter naar voren, doe daarna ook een shot van achter naar voren. Dat is gewoon top. Het derde onderdeel van deze tip gaat over het filmen van een onderwerp. Stel nou je filmt een onderwerp, pak dan een mooi wide shot en daarna een close-up shot van een detail bijvoorbeeld. Dat waren mijn tips. Mensen, stay safe. Later. Hi, ik ben Fleur Hogeban. Ik merk dat mijn klanten mij steeds meer vragen om video's met een cinematic loop. In het begin denk je dan misschien, oké, ik heb een gimbal nodig, ik heb een stabilizer nodig. Maar denk daarin niet duur, maar slim. Zeker in het begin kan je met handheld beelden echt genoeg uit de voeten. Ik geef je een geweldige tip waarmee je deze cinematic beelden handheld en stabiel kan maken. Ik gebruik om het voor te doen even mijn smartphone. Je gaat op een heupbreedte staan, je buigt je knieën iets, zodat je schokjes mooi op kan vangen. Je zet je armen tegen je romp aan. Dan is het eigenlijk naar de zijkant bewegen en daarbij buig ik mijn benen. En naar voren. En zo krijg je eigenlijk hele mooie cinematic beelden. Als ik loop gebruik ik dit eigenlijk ook. Dat noemen we dan een soort van ninja walk, want het ziet er een beetje raar uit. Maar dan haal je dus ook de schokken uit het lopen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan dat je zo gaat filmen en lopen zoals je normaal loopt. Het is oefenen, oefening baart kunst, dat is met alles zo. Ik heb aan deze tip heel veel gehad en ik hoop jij ook. Hi, mijn naam is Niels. Ik ben politieagent, maar ook fotograaf en YouTuber. En ik heb een tip voor jullie. Op het moment dat jij zou willen beginnen met het maken van video's, begin dan ook met fotografie. Ontwikkel je als fotograaf.
Dat heeft namelijk een aantal voordelen op het moment dat je video's wil gaan maken. Op het moment dat je goed snapt hoe een 2D plat plaatje werkt. Als je compositieregels, het spelen met licht, het spelen met schaduwen en contrasten en kleurgebruik, op het moment dat je dat goed onder de knie hebt, dan geeft dat je veel meer zekerheid wanneer je ook video's wil gaan maken. En het heeft nog een ander voordeel. Op het moment dat je regelmatig foto's maakt, dan geeft het je heel erg veel inspiratie om die plaatjes die je hebt gemaakt ook weer te gebruiken in scènes of bepaalde settings voor je video. Dus op het moment dat je fotografie omarmt en dat je daar beter in wordt, dan zal dat je ook zeker een betere videomaker maken. Dus dat is mijn tip. Hoi kijkers van Robin, mijn naam is Duncan. Ik ben videograaf, portretfotograaf en nog een boel andere dingen. En ik ken Robin van zijn afstudeerfilm. Die heb ik namelijk belicht. Dus hier komen wat beginnertips voor licht. Je hebt misschien al wel een lamp voor bij je camera gekocht. Of je hebt misschien wel een leuke lamp in je woonkamer staan waarmee je wat zou willen belichten, waarmee je misschien een interview setting mooi zou willen maken. Wat ik daarbij heel vaak zie is dat als mensen daarmee beginnen, dat ze dan eerst gewoon dat licht heel dicht bij de camera zetten. Mijn tip is dus eigenlijk, doe alsof je lamp een of ander eng virus heeft en zet die minstens 1,5 meter van je camera af. Of dat dan links of rechts of erboven is, dat maakt niet uit. Maar daardoor krijg je gewoon net een heel ander beeld en krijgt het minder een aftermovie gevoel of look. En dat kan met elke lamp die je al hebt. En ga er vooral mee spelen en kijk wat het doet met je beeld, zodat je daar wat meer inzicht in krijgt. Nou, dat was het. Groetjes! Als je zakelijk vloggen als videovorm voor jouw bedrijf inzet om bijvoorbeeld je relaties te onderhouden of om je product te promoten, zorg er dan wel altijd voor dat stel dat je het met een telefoon doet, dat je je telefoon horizontaal houdt. Dat werkt namelijk veel lekkerder in de edit. En voordat je ook verder gaat, test ook even of jouw geluid het goed doet. Een video waarvan het geluid het niet goed doet, zal uiteindelijk ook veel minder views op internet halen. Hey Robin, mijn tip is heel simpel. Pak je camera er weer bij. Zorg dat je precies weet waar verander ik mijn ISO, waar verander ik mijn witbalans, waar kan ik mijn shutter speed aanpassen. Dat je niet op een shoot staat en dat je toch de tijd aan het zoeken bent van waar staat nou dit en dat. Het is natuurlijk allemaal hartstikke handig als je dat zo snel mogelijk weet en er nooit meer hoeft over na te denken, dat het gewoon goed erin zit, zeg maar, weet je wel. En dat, we moeten wat deze dagen. Doei! Oh jongens, ik kan zo genieten van jullie. Ik heb ontzettend gelachen bij een aantal inzendingen, vooral bij de laatste. Chris, dankjewel. Je kan wel merken dat de ene misschien iets meer ervaring heeft voor de camera en de andere iets minder. Of dat de ene iets ongemakkelijker wordt dan de ander, terwijl er een lens op hun hoofd staat. Kan ik me iets voorstellen, ik weet mijn eerste keer nog. Dat terzijde. Jongens, ontzettend bedankt voor het inzenden van jullie tips. En jij in ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik hoop dat er een tip tussen zat waarvan je dacht gewoon, yes, hier kan ik iets mee. Super fijn. En dan ben ik eigenlijk vooral benieuwd of jij dit soort video's vaker wil zien. Dus dit soort samenwerkingen met andere makers. Of dat iets is wat je misschien wel vaker voorbij wil zien komen op dit kanaal. Ik zie er zelf ook wel iets in. Maar ik ben vooral benieuwd, want ik maak video's voor jou uiteraard. Ik ben vooral benieuwd of jij het ook ziet zitten. Dus laat het hieronder even weten in de reacties als je daar eventueel oren naar hebt. En dan ga ik kijken of ik weer nieuwe mensen, of misschien dezelfde, weer bereid kan vinden om misschien weer toffe nieuwe ideeën en tips te delen. Volgens nog heel veel sterkte in deze coronatijd. Blijf lekker video's maken. Start je eigen YouTube kanaal van mijn part. Kan mij het schelen. En zorg ervoor dat je gewoon lekker bezig en creatief blijft. Dus in ieder geval wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Gooi eventjes een like, duimpje omhoog als je het interessant vond. En abonneer natuurlijk op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan was het weer tot de volgende video. Do you wanna dance?